Welkom bij Autogeek van de Week. Het is nog erg vroeg en we zijn helemaal in Zuid-Laren. En ik ga op bezoek bij Henk Laameijer. Zijn vrouw Ria heeft een brief geschreven dat Henk een autogek zou zijn. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Oké. Oh, hallo. Dag, ben jij Ria? Ja, klopt. Hallo, ik ben Edo van Autoweek. En dan ben jij Henk zeker? Ja, hoi. Hoi, Edo van Autoweek. Hey, jullie hadden mij gebeld en je had een heel mooie brief geschreven dat Henk een enorme autogek is. Ja, dat wil ik wel eens zien, Henk. Ja, nou, dat kan. Ja, ik van jou had ik begrepen dat je hebt een Panther de Ville. Ja, inderdaad. En nog wat andere autootjes. Nog wat andere autootjes. Garfield is er ook bij. Wat is dit dan voor een ding? Dit is een Panther Callista. Een 1600 cc, 16 kleppertje. Een Ford Escort. Een Ford Escort? Ja, dit Ford Escort motortje zit erin. Echt waar? Daar zie je van buiten niks van. Wat een leuk speelgoedurf jij, Henk. Ja, ja, ja. Je ziet het. Je moet toch ergens plezier in hebben in je leven. Ja, nou, dat is echt geen straf om zo'n plezier te hebben als jij hebt, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ga je vaak rijden? Deze wordt ook gebruikt, ja. Hoe oud is deze wel niet? Deze was 77. 77, en hij doet het gewoon nog? Ja, dat is toch knap bijna voor een Land Rover, of niet? Ja. Hey, en we hebben dus vier Britse wagens hier op pad staan. En stiekem staat er nog een vijfde. Meneer Laameijer, bent u wel helemaal goed bij uw hoofd? Als je het zo ziet, niet. Maar daarvoor ben je autogek. En de volgende bolide, waar hebben we mee te maken? Volgens mij is het een echte John Deere. En natuurlijk, wat niet mag ontbreken bij elke autogek in zijn garage... is natuurlijk een graafmachine. Hey, maar had je je min of meer aangemeld voor Autogeek van de Week omdat je een Panther de Ville hebt. Maar ja, je hebt gewoon nog heel veel meer ander leuk speelgoed. Waarom heb je zoveel leuk speelgoed, Henk? Ik ben een genieter, dus ik geniet liever van iets wat je kunt gebruiken. Als dat je zegt van, ik heb een paar centen gespaard en die zet ik op de bank en daar probeer ik meer geld van te maken. Ja, want als je natuurlijk geld op de bank hebt staan, dan wordt het alleen maar minder. En nu heb je gewoon spullen gekocht en speelgoed. En daar heb je gewoon plezier van, of niet? Want het straalt er wel vanaf. Ja, je hebt een kort leven. De meeste mensen worden niet erg oud. En je ziet het vaak aan vrienden en kennissen dat je zegt van potverdrie, die willen dan allemaal gaan leven op dat moment. Dat ze zeggen van ja, nu ben ik 65 en nu ga ik leuke dingen doen. En dan zijn ze 66 en dan is zij ze overleden. En dan denk ik, jongens, waarom zo lang wachten? Nou, mooi toch? Hè? Maar goed, de Panther de Ville, vertel eens, hoe kom je er aan, man? Het schijnt een auto te zijn van Cruella de Ville uit 101 Dalmatiërs. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb die film wel gezien, maar die auto is me nooit echt opgevallen. Maar in ieder geval, deze auto werd daarvoor gebruikt. Ria, dan heeft Henk al die speelgoedauto's. Wat vind jij daar nou van? Ja, ik vond het in het begin belachelijk. Ik snapte er niks van, want je rijdt er maar in eentje per slot van rekening. Ja, dat is wel zo, man. Ja, maar ja, goed. Ik kom ook vaak thuis met mezelf als een paar laarzen of schoenen. En dan doet hij ook niet zo moeilijk. Dus dan denk ik van ja, jij je speeltje, ik mijn speeltje.
Ontzettend ruimdenkend van je. En vergevingsgezind en zo. En ben jij zo iemand die... Want ik weet van vroeger toen ik een klein jongetje was... dat ik wilde aan mijn hele leven... in mijn jeugd dan... een afstandsbestuurbare auto of een boot. Maar die kreeg ik nooit. En dan had ik een vriendje... Weet je, en die had er wel één. En dan zei ik, kom, dan gaan we met de afstandsbestuurbare boot spelen. Weet je. Ja, oké, te gek. En dan gingen we ermee spelen. Maar dan kwam het erop neer dat hij ermee aan het spelen was. En ik mocht kijken. En ik mocht nooit. Dus dan zei ik altijd, mag ik ook één keer even met de boot? Want jij kan altijd nog. Maar hoe ben jij daarin? Nou, ik ben er heel makkelijk in. Als mensen het leuk vinden en men wil een keer een rit maken, dan kan dat. Dus... Echt waar? Ook jij kunt een rit maken in die auto. Je mag er zelfs in rijden als je dat zou willen. Dus... Ah, kijk wel even of ik er zin in heb. Nou, zijn we net aan het rijden, scheidt hij er ineens mee uit. Een mooi klote. Ja. Accu'tje kapot. Ja. Maar gelukkig hadden we nog een accu. Wat gaan we doen? Nou, onwijs bedankt, weet je. Gedaan. Mijn naam is Paul Post. Paul Post, ontzettend bedankt Paul Post. Oké. Okay. Bedankt voor het maken van de Panther de Ville. Graag gedaan, dat vond ik heel erg gaaf. Ja, doen wij ook. Oké, okay. Okay, nou, hoi je. Oh, dit is echt zo ontzettend leuk. Hé, hey, wat mij betreft ben jij autogek van de week. Nee, jij bedankt. Dit was autogek van de week van deze week. Volgende week weer een autogek van de week, maar dan van die week.